Staatsloterij Oud en Nieuwfeest wordt mede mogelijk gemaakt door de Staatsloterij. Dit is live vanaf het Museumplein in Amsterdam. Het spectaculaire Staatsloterij Oud en Nieuw Feest. Samen met u thuis, 50.000 man op dit plein, sluit Marco Borsato het jaar af. En misschien wordt u het komende uur wel miljonair. Dit is het allergrootste Oud en Nieuw Feest van Nederland. 10 9 8 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Dit is het Staatsloterij Oud en Nieuw Feest. Live vanaf het grootste plein van Amsterdam presenteren SBSS en de Staatsloterij de spectaculairste afsluiting van het jaar. Met een sensationele show tellen we af naar 2010. De afgelopen uren knalden wereldwijd al de kurken voor het nieuwe jaar. De prijzenpot is met ruim 83 miljoen euro, groter dan ooit. Het komende uur regent het in het Staatsloterij Oud en Nieuw Feest prijzen. Wie weet wordt u ook een van de winnaars van 2009. Jassen. Met wie we aftellen naar 2010. Tooske Ragas en Paul van Ervendorens. Dank u, dank u. Hallo, hallo. Hallo Amsterdam. Een hele, hele goede avond. Heel hartelijk welkom bij het grootste Oud en Nieuw Feest van Nederland, hier vanaf het Museumplein in Amsterdam. Samen met u thuis en met u 50.000 man op dit plein gaan we op een hele bijzondere manier afscheid nemen van het jaar 2009. Dat doen we met de populairste artiest van ons land. Wat was het een heftig jaar voor hem. Maar hij heeft het door de kracht van zijn muziek overwonnen. Is hier vanavond met een uniek concert, Marco Borsato. Kijk eens, en u hoort het thuis. Het staat hier helemaal bomvol. Maar we gaan nog veel meer doen. We hebben een spetterend optreden van de popstar zometeen. En Tooske, gooi die heupen maar los. Want we krijgen hier zometeen de allergrootste Michael Jackson dansact ooit op aarde. Onder leiding van Timor. Verder, de Staatsloterij heeft nog 83 miljoen euro in kas. En dat gaat eruit vandaag. Lopen grote kans dat u wat wint.
Nou, we gaan dus heel veel mensen blij maken. Is het niet met een paar miljoen, dan is het wel met de nummers van deze man. Ik zei het al, het was een roerig jaar, maar hij heeft zich staande weten te houden. En hij is hier vanavond, Marco Borsato. Ik wil alleen aan iedereen duidelijk maken. Dat ik nog nooit voor mijn verantwoordelijkheid ben weggelopen. Er zijn natuurlijk een hele hoop mensen die een kaartje gekocht hebben waarvan ik wil dat ze naar het concert kunnen. Ik heb een aantal vrienden, voor mij belangrijke mensen uit het vak gebeld van luister, als er een mogelijkheid is, doen jullie met me mee. Jan Smit heeft gezegd, Marco, ik kom. Guus Meeuwis heeft uiteraard gezegd, Marco, ik kom. Treintje heeft gezegd, ik kom. We moeten door en vooruitkijken en ik ben een ras optimist. Als je van elkaar houdt, dan kan je iedere storm of iedere orkaan doorstaan. Als je ziet hoe het publiek nog reageert op Nederlandstalige muziek en op mij en mijn vrienden, dan denk ik dat het hier nog niet over is. Een rasoptimist. En wat zijn we daar blij mee. De rasoptimist is hier vanavond. Samen met deze man gaan we op weg naar 2010. Museumplein, laat je horen. Hier is Marco Borsato! Gezicht.
stappen in het zand, maar wordt geruisloos weggespoeld en vul mijn plek weer in de leegte. Mijn gezicht. Ik voel dat deze kaars nu altijd zal blijven branden. Dus ik verdrink me in de schijn die dit licht voor even werd. Opgeven even en de waarheid slaat de leugen keihard uit mijn handen. Ogen branden als de hel, maar ik ben zo blind dan dat ik hier nu sterf. Hallo! Dionysia, sia luce. Ben luce in voor. Gedagen door het witte licht. Kom niet los van wie mij maakte. Krijgt de tijd zijn ogen niet meer dan een schaam. Gedagen door het witte licht. Stijg ik uit boven mezelf. Ken ik even geen gewicht. Meer dan een schaduw in het witte licht. Open ogen in de zon. Dek ik mijn gezicht. Vlees en bloed, druppel in de oceaan. Ik ga ten onder in de golven. Wat fantastisch. Welkom dames en heren thuis hier nogmaals bij het meest spraakmakende Oud en Nieuw Feest van Nederland. Op dit moment hier op Museumplein. De sfeer is echt fantastisch. Marco Borsato heeft gezongen. Ik hoop dat je zometeen ook rood gaat zingen. Dat ik zou te gek zijn. Ik hoop het voor je. Wat ik wel zeker weet is dat we nog alle mooie momenten van 2009 gaan beleven in een uniek nummer uitgevoerd door de popstars. En ik hoop dat we met alle duizenden hier op het plein ons gaan wagen aan de bijna onnavolgbare moves van de King of Pop onder de bezielende leiding van de speciaal daarvoor uit Amerika overgevlogen Timor. Yes! Dat is spraakmakend. En dat is ook leuk. Alle duizenden mensen hier op het plein, misschien ook wel u thuis, de moonwalk doen. Bo, take it away. Tot zo. Een sfeer hier, hè? Fantastisch. Heel hartelijk welkom terug bij ons over ruim een half uur. Het grootste vuurwerk van Nederland. En tot die tijd tellen we af met Marco Borsato. En we gaan een liedje zingen. Want precies een maand geleden overleed onze nationale held Ramses Shaffi. En wie gaan een liedje ter ere van hem zingen? Hier zijn ze, de Popstars! Werk en bewonder. Zing, vecht, huil,
een spannend jaar voor ze worden. Want morgen begint die superspannende finale maand van de Popstars. En allemaal hopen ze natuurlijk minstens zo groot te worden als die artiest die bij ons is vanavond. Marco Borsato. En die straks met ons allemaal dit jaar zal afsluiten. Aan even dat prachtige nummer net gehoord van Ramses Shaffi, Zingvecht. Uit de mond van die helden van Popstars. Wat is jou bijgebleven? Van het afgelopen jaar? Nummers. Ja, er kan er maar één nummer zijn. This is it. Michael Jackson. Michael Jackson. En wij gaan hem vanavond eren. We gaan met z'n allen op zijn muziek dansen. We hebben wel een beetje les nodig. Ja, maar dat heb ik geregeld. En wie? Dames en heren, hier is Timor! Hey! Jaloersmakend hoe die man kan bewegen. Wat ontzettend fijn dat je uit Amerika bent overgevlogen. Terug naar je eigen kikkerlandje. Vanavond bij ons wil zijn. Dit moet het bizarste jaar uit je leven geweest zijn. Het is zeker een bizar jaar. Ik bedoel, 2008, het einde daarvan was ik nog een beginnende danser. En in 2009 met een sneltrein naar de wereldtop. Gewerkt met een legende, Michael Jackson. En ja, nu het jaar afsluit hier, Staatsloterijshow. Ik bedoel, ik kan geen mooiere wens doen voor het nieuwe jaar. Nou, wat onwijs fijn dat je er bent. We gaan straks genieten van wat jij allemaal kan. Maar laten we eerst nog even terugkijken naar hoe het nieuws van Michael zijn dood ons allen bereikte. This is CNN breaking news. Michael Jackson, it has been taken to a Los Angeles hospital. He was not breathing when paramedics arrived. Michael Jackson is in a coma. I have to ask you, can you confirm to us that he is dead? Michael Jackson has died. 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 Michael Jackson's like Elvis, like Sinatra. When somebody who's captivated the imagination of the country for that long passes away, people pay attention. Michael was a genius, and he was a lover of life. Let's do it one more time. In the two of us needed no more. When he started wearing the glove, I was like, what's up with the glove? I was like, look, if you're gonna hold my hand, it better be the non-gloved one, because sequins really hurt me. Daddy has been the best father you could ever imagine. And I just wanted to say I love him. I'll see you in July. This is it. Come on, 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 come on
We tellen af naar 2010, over een half uurtje ongeveer, hier het grootste vuurwerk van Nederland. Daarvoor natuurlijk nog veel meer Marco Borsato. En wat zal 2010 ons brengen? Jij krijgt in ieder geval een prachtige baby. Ik hoop het. We hebben het ook aan u gevraagd. Hier de top 5 wat 2010 ons brengt. Met stip op nummer 5. It Get On. De schaatsgekte beleeft met min 25 graden een hoogtepunt. Na 13 jaar wordt in 2010 eindelijk weer de tocht der tochten, de Elfstedentocht, verreden. Erika Terpstra verkoopt koek en zopie op het ijs. Nummer 4. Douze Points. Een wonder tijdens het Eurovisie Songfestival in Noorwegen. Na de bakel van de toppers wint Nederland het liedjesfestijn. Vader Abraham schrijft het nummer. Vooral de act met de goed gemutste blauwe smurf vervalt bij de Oostbloklanden in de smaak. Hoewel Brilsmurf vals zingt, krijgt Nederland 12 punten van Oekraïne. Nummer 3. Goudkoorts tijdens de Olympische Winterspelen. Sven is de man. De onverslaanbare topschaatser en nationale trots Sven Kramer wordt de held in Vancouver. Met overmacht wint de macho schaatser 4 fonkelende gouden plakken. Op nummer 2. Opgefokt en urenlang stilstaan in de file is definitief voorbij. Het fileprobleem is in 2010 eindelijk opgelost. Geen hoge bloeddruk meer bij stilstaande automobilisten. De filemeldingen worden afgeschaft. Vandaag zijn er geen files te melden. En dan op nummer 1. Zuid-Afrika kleurt oranje. Na 2 verloren WK-finales. De Oranje Leeuwen spelen de finale van het WK-voetbal. Onze oranje helden verslaan Italië met een monsterzege van 5-0. Nou, als dat allemaal uitkomt, wordt het een mega cool jaar. Woe! Heel hartelijk welkom terug bij het grootste oud en nieuw feest van Nederland. Vanaf het Museumplein tellen we af naar het nieuwe jaar 2010. En er staat daar iemand te trappelen, jongens. Marco Borsato. Om nog meer hits te gaan zingen. Wat zeg je? Nu kan het nog. Cadeautje voor... Rood? Rood? Oké. Okay. Ja, dat mag wat mij betreft. Rood is alleen het rood niet meer. Het rood van rode rozen. De kleur van liefde van de leer. Lijkt door de haard gekozen. Het mooie rood was ooit voor mij, de kleur van passie en van wijn. Ik wil haar terug, die mooie tijd, maar ze had lang vervlogen. En alle beelden op tv, van bloed en oorlog om ons heen. Werken daar ook niet echt. Amen. Leg ik weg en de tv gaat.
geur van jouw lippen. Vandaag is rood, wat rood hoort te zijn. Vandaag is het rood van rood, wit, blauw. Dan neem mijn hart voor jou. Stil van de rook, bedenk de dagen dat ik van je hou. Vandaag is rood, gewoon weer liefde tussen jou en mij. Ik loop de deur door en naar buiten waar de zon begint te schijnen. Laat alles zaten, kijk vooruit en met de laatste rode cent. Koop ik een veel te grote bos met 150 rode rozen. Eén vraag jou waarvan ik hoop dat jij nog bij me bent. En dan gaan we! Vandaag is rood, de kleur van jouw lippen. Vandaag is rood, wat rood om te zijn. Vandaag is het rood van hoop, wit, blauw. Want heel mijn hart voor jou. Zul van de open en de dagen dat ik van je hou. Vandaag is rood gewoon weer liefde tussen jou en mij. En laat me zwaaien! Terwijl een boom mijn vinger prikt. Rood is mijn bloed, het valt op de grond. En even lijk ik verloren. Maar jij bent mijn vis naar de mond. En je kust ze. Ik weet. Vandaag is rood, de kleur van jouw lippen. Wat rood hoort te zijn. Vandaag is het rood van rood in blauw. Van heel mijn hart voor jou. Schip van de rood bedekte dagen dat ik van je hou. Vandaag is rood gewoon weer liefde tussen jou en mij. Vandaag. Wijn. Ik pluk de dag van, het kan zo ineens te laat voor zijn. Vandaag is rood gewoon weer liefde tussen jou en mij. Vandaag staat rood weer voor de liefde tussen jou en mij. Zou het mooi zijn als hij na 12 nog één keer terugkomt? En dat is het al bijna, want we gaan zometeen met elkaar dit jaar afsluiten en op een zinderende manier 2010 binnen. Pak elkaar stevig vast. Hou je champagne erbij, u ook thuis. Niet huilen. Want het is zover. Het grote aftellen gaat beginnen. Hier komt 2010.
kippenvel hier op het Museumplein. Ik zag iedereen elkaar zoenen. Wat fantastisch. SBS en de Staatsloterij en wij wensen u thuis en hier op Museumplein een gelukkig nieuwjaar. Onwijs leuk om hier te zijn. Hartstikke fijn dat jullie er allemaal waren. Hartstikke fijn dat u thuis er was. Maar we zijn er nog niet. We gaan gelijk waanzinnig spetterend beginnen. 2010 en hij trapt hem af. Ik zeg dank jullie allemaal. Hier is Marco Borsato met Binnen! Met z'n allen.